tuigen, noem maar op. Wat heb je er dan daarna te luisteren? Dus, dan luister je maar wat minder scherp. Maar, zodoende zou je het verleren om vriendelijke geluidjes op te vangen. Zie je, dat is best het beluisteren waard. Nou, en dat kun je beluisteren op de stille plekjes die je laat steeds zeldzamer worden. En vooral 's morgens heel vroeg. En als je dan stil bent en je oren wijd open houdt, nou dan hoor je de meest verrukkelijke geluiden. Dames en heren. Welkom in het rariteitenkabinet. Volgens mij zijn we een beetje begonnen. De rijkste landen van Europa, de boffel. Van de 400 Europese broedvogelsoorten kennen we er in ons land maar liefst 156. En 's winters komen er dan ook nog eens 86 soorten bij. Voor een korte of langere tijd. Die zijn dan bij ons. Wie houdt hier ook van vogels? Dat is een klein landje. Dat komt door onze grote verscheidenheid van landschappen. Bos, hei, weilanden, wadden, stranden, plassen. En ga zo maar een tijdje door. Vogels die overal. Nou, en bijna overal in Nederland. Maak maar een wandelingetje. Je komt ze haast altijd tegen. De meest voorkomende vogels, die kunt ze zien en horen. Leuk is om eigenlijk al gelijk in de tuin te beginnen. Begin daar maar eens goed te luisteren. Of in het park in de buurt. En van daaruit zo eens naar de stilte van het bos, het weiland, het watergebied. Nou, en die komen we daar als eerste tegen. Als we de huisdeur achter ons dichtgegooid hebben. Precies, de huismus. Eigenlijk te gewoon om naar te kijken, zou je zeggen. Ja, officieel staat hij te boek als zangvogel. Maar ja, het is ook geen zang om over naar huis te schrijven. Eigenlijk een figuurtje dat altijd gelijk heeft. Praat ziek, luidruchtig, brutaal. En daarbij vindt hij het ook nog vanzelfsprekend dat de mensen voor hem zorgen. Hij weet niet beter of hij hoort bij ons. Maar mensen zijn mussen. Mensenvriend nummer 2 is de spreeuw. Nou ja, mensenvriend, een hoop fruittelers die denken er een beetje anders over. Maar goed, de spreeuw. Die is ook niet bij ons weg te slaan. De spreeuw is in ons land al net zo'n alledaagse verschijnsel als de mus. Al valt het heusel niet altijd mee om een ogenblik te herkennen als je hem alleen maar hoort en niet ziet. Hij kan namelijk uitstekend andere vogels imiteren. Tot en met een kip toe. Nou, veel moeite hoef je er niet voor te doen om mussen en spreeuw te zien. Gooi maar wat brood buiten. Hop, het hele zaakje zit om je heen. Nou, en niet alleen mussen en spreeuw, je kunt ook andere gasten verwachten. De houtduif. Een blauw wordt hij ook wel genoemd. Die in de winter in grote troepen rondzweeft. Hij heeft een heel kenmerkend geluid. Het is een steeds verhaal. Hoor maar. Nou blijven we nog even dicht bij huis voor nog een groot talent. Ach, die kennen we ook allemaal. Onze huis, tuin en keukenzanger, de merel. Oké, dames en heren, ik heb al wat krenten uit de pap gevist. Een fraaie merelzang, die kun je het hele jaar doen. En nu ga ik het een beetje door elkaar gooien. Met de paarden op, morgen voor de week, of voor de week, of s'avonds, vlak naar zonsondergang. De meer komt zetten werkelijk in de twaalf.